hier nog 100 meter en dan komen we aan, het zijn twee banners eigenlijk die kilometerpaal 0 aangeven. En dan gaat het tempo met één ruk de hoogte ingaan. Wim van Herrewegen heeft dat vlagje in de hand. Dat veelbetekende vlagje. De Rijkswacht, de federale politie neemt voorsprong. Einde Ronde van Vlaanderen 2014 is begonnen, Karel. Hier gaan we. En je ziet dat tempo onmiddellijk de hoogte ingejaagd worden. Hè? Als we straks een beeldje gaan krijgen van de kop van het peloton, dan ga je waarschijnlijk al jongens zien die het gaan proberen. Kijk, daar, aan de rechterkant... is er al eentje. Iemand van Lampre, uit de ploeg van Filippo Pozzato. Ja. Nog 258,9 kilometer voor we hier in Oudenaarde de winnaar van de Ronde van Vlaanderen gaan kennen. En het is nu al koers. Veuglen zit daar ook al, inderdaad. En die paal. Hij zit nog niet in zijn wiel en hij doet dat teken met zijn elleboog. Pak je zo, man. 100 meter zijn ze weg. Het arm... Ja, dat is terug nog een keer.